En dit is hem dan, de pain in the ass. Oftewel de motor die niet hard genoeg wilde gaan. De motor, dat is het hart van de wagen. En het hart, dat hebben ze gisteren vervangen. Dus hopelijk zijn nu alle problemen opgelost. En daar zullen we achter komen om 11 uur als de race start. Jelmer Buurman start de eerste race vanaf positie 11 en ziet zijn concurrenten Beijing Guoan, Liverpool en AC Milan op de eerste rijen staan. Om zijn goede positie in het klassement te behouden, zal de PSV-coureur dan ook een flinke inhaalslag moeten maken. Het circuit van Vallelunga is van origine een motorcircuit en is daardoor nogal smal. Het is dan ook haast onmogelijk om in te halen. Wanneer we naar de gereden snelheden kijken, zien we dat Buurman toch nog moet toegeven op zijn concurrenten. Dit ondanks zijn nieuwe motor. Het probleem met de nieuwe motor is dat de afstellingen opnieuw gedaan moeten worden. En daarvoor heb je racedata nodig. Doordat de auto gisteren maar 5 ronden gereden heeft, ontbreekt die informatie op dit moment. Buurman trapt vol op het gas en doet wat hij kan. Maar het lukt hem niet om naar voren te komen. Uiteindelijk moet de coureur genoegen nemen met een 10e plek. En duikelt hij een aantal plaatsen in het algemeen klassement. Hopelijk kan de PSV-coureur dit vanmiddag weer goed maken tijdens de middagsessie. De motor was in ieder geval wel beter, een stuk beter als die van gisteren. Nog niet zo goed als de andere, maar goed, ja, het is allemaal heel snel gebeurd gisteren. Een snel motor gewisseld, toen wilden ze nog uitgaan voor de rookie-sessie om zeg maar, een soort shake-down te geven. Waardoor die even gelopen heeft voordat je de race in gaat. Dus dat was op zich goed, alleen ja, wat ik al zei, nog niet goed genoeg. En daarnaast was de auto ook heel moeilijk te besturen. Dus ja, het was een beetje een race om te vergeten eigenlijk. Zit het probleem dan op dit moment meer in de setup dan in de motor? Ja, nou ja, ook omdat we gisteren maar weinig vrije training hebben gehad en testen hebben gemist en zo heb je toch een beetje een achterstand. En op dit moment zit het ook ja, inderdaad ook in de setup en ook in de motor. Maar goed, dat is wel vaker zo. Dus, Wat valt er dan nog op te lossen voor die tweede race voor vandaag? Nou, we gaan proberen die auto in ieder geval beter te maken, want er zijn redelijk wat issues. En die we op zich wel moeten kunnen verhelpen. Dus we zullen zien. De middagrace is eigenlijk het toetje van het weekend. Niet qua importantie, want dat is net zo belangrijk als race 1. Maar wel voor de coureurs die 's morgens niet goed gereden hebben. De reverse grid geeft ze toch een soort van herkansing. Durf je nog een keer aan, een schot voor de boeg? Derde. Buurman mag de herkansing starten vanaf de 5e rij. En hij heeft een goede start. Dit kan niet gezegd worden van alle wagens, want AC Milan, Corinthians en Flamengo knallen op elkaar. En zij zijn klaar voor vanmiddag. Buurman, hij gaat het gevecht aan met Tristan Gomendi van FC Porto. De Fransman in Portugese dienst komt steeds dichterbij. Maar mede door een goede pitstop loopt PSV weer wat weg van FC Porto. FC Porto blijkt uiteindelijk toch sneller als PSV en wie het verdient, de tweede race van vandaag. Maar Buurman race niet onverdienstelijk. Hij hoeft alleen FC Porto en het thuisrijdende AS Roma voor te laten gaan, voordat hij zijn voorspelde derde plaats bereikt. En in het algemeen klassement weer zijn vertrouwde tweede plaats heroverd. Jelmer, kun je de volgende keer gewoon de eerste zeggen? Ja, alweer hè? Alweer. Nee, ik moet toch eerst zeggen, ja. Nee. Wat een race. Op een gegeven moment zat je in gevecht met Porto, die moest je er voorbij laten. Maar daarna ging het toch vrij vlekkeloos, denk ik. Ja, wel aardig. Inderdaad, ik was inderdaad in gevecht met Porto. Hij zat achter me. Ik had hem in principe wel achter me moeten kunnen houden. Alleen er was op dat punt waar hij voorbij kwam, zeg maar, was een crash gebeurd. Dus er lag heel veel rotzooi, gras, onderdelen, alles. En ze hadden ook het bord meegenomen wat ik normaal als aanrempunt gebruik. Dus ja, als je dan onder druk staat, dan is het ja, makkelijk om net een klein foutje te maken. En dan rem je net die start, dan blokkeer je. Ga je net een beetje wijd aan. Dat is net genoeg om hem voorbij te laten. Dus dat was ja, stom, maar goed dat dat gebeurt. Wat was nou het grote verschil met vanmorgen? Nou, we hebben de hele auto omgegooid. Of tenminste, heel veel veranderingen gemaakt. Omdat we eigenlijk gisteren nauwelijks konden testen, omdat we dat probleem met de motor hadden. Dus maar ja, het was een stuk beter. De balans in de auto was echt 100 keer beter. Tijden waren ook een stuk beter. Dus ja.
En even weer in het klassement de jongens weer terug op hun plek gezet, of niet? Ja. Weet je hoeveel ze hier ondertussen weer staat? Ja, volgens mij weer tweede. Ja, je staat weer tweede. Drie punten Liverpool. Dus ja, gewoon weer terug op de plek waar je thuis hoort, denk ik dan. Ja, nou, hopelijk kunnen we daar blijven staan of klimmen. Maar ik zou wel redelijk tevreden zijn om daar te blijven staan. Ja, je hebt even drie races wat minder gehad, maar nu komt de smile weer terug en kunnen we weer naar boven gaan kijken? Ja, nu hebben we in ieder geval de motor beter voor elkaar. Dus dan kan je gewoon vanaf het begin van het weekend bouwen aan de auto en andere dingen. Dus dan in principe zou je dan beter moeten kunnen kwalificeren. Ook Gerez, als het goed is, heeft er niemand echt getest. Dus dat is nieuw voor iedereen. In zoverre dat sommigen de baan kennen. Maar goed, hopelijk kunnen we daar dus meteen voor meedoen en goede punten scoren. Ga lekker naar boven, ga je beker in ontvangst nemen en geniet ervan. Dankjewel.